De politie vraagt op verzoek van het parket van Brussel om volgend opsporingsbericht te verspreiden. Op zaterdag 15 oktober 2016 werd in Brussel een kantoor van Ladbrokes overvallen aan de Adolf Maxlaan. Rond 11.10 uur verschijnt een man aan de inkom van het agentschap en de bediende opent de deur. Eenmaal binnen doet hij eerst alsof hij belangstelling heeft voor de schermen aan de muur en gaat dan richting toonbank, waar hij de bediende aanspreekt. Hij eist het geld uit de kassa, maar de vrouw weigert. Hij probeert dan over de toonbank te springen, maar de vrouw duwt hem terug en vraagt de hulp van de andere klanten. De overvaller houdt hen op afstand door te beweren dat hij gewapend is. Hij slaagt er uiteindelijk in over de toonbank te springen, waarop alle aanwezigen zich snel uit de voeten maken. De dief neemt het geld uit de kassa en gaat op zijn beurt naar de uitgang, maar staat voor een gesloten deur. Na enkele ogenblikken krijgt hij de deur dan toch open en gaat er vandoor met de buit. De dader is van Noord-Afrikaanse origine. Hij is vermoedelijk tussen 30 en 35 jaar oud, hij is atletisch gebouwd en hij is kaalgeschoren. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere sweater met een kap van het merk G-Star Raw en een jeansbroek en baskets. Kent u deze man of hebt u andere nuttige informatie met betrekking tot de feiten? Aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 30 0.